Matthijs van Nieuwkerk zit nu alweer een jaar lang op de strafbank omdat de Volkskrant een artikel heeft gepubliceerd over de verschrikkelijke werksfeer bij de wereld draait door. De NPO kondigde een onderzoek aan, maar dat werd op een gegeven moment zo breed getrokken: NPO breed dat er nog STE-accent E-accent DS geen rapport ligt. En Matthijs maar bungelen. RTL slaat nu zijn slag, ze halen Matthijs in huis per 1 januari, zo lekte gisteravond uit via de media. En dat wordt nu bevestigd in een persbericht. Een publicatie van de Volkskrant eind vorig jaar over de werkomstandigheden achter de schermen van DWDD bracht zijn tv-werk abrupt tot een halt, is daarin te lezen. RTL vervolgt, van Nieuwkerk heeft zijn volledige medewerking verleend aan de Onafhankelijke Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen, OGCO, dat sindsdien onderzoek deed naar de werkomstandigheden bij de gehele publieke omroep. Dit rapport zou eerst rond de zomer van 2023 en later in het vierde kwartaal van dit jaar uitkomen. De presentatie ervan is onlangs echter opnieuw uitgesteld, nu naar januari 2024. Het is mooi geweest, vindt Peter. Hij zegt: Matthijs heeft een periode van reflectie achter de rug en zich daarover open en eerlijk uitgesproken in NRC. Nu ook de betrokkenen zijn gehoord en het onderzoek van de OGCO zo goed als klaar is, vinden wij dat Matthijs in het nieuwe jaar kan terugkeren op televisie. Hij vervolgt: Omdat de open en goede gesprekken met hem reeds hebben geleid tot een overeenkomst, en de presentatie van het onderzoek onlangs weer is uitgesteld, willen we niet langer wachten met het bekendmaken ervan. RTL is sinds begin dit jaar onderdeel van het Mediapact Respectvol Samenwerken, dat staat voor een veilige werkomgeving in de mediawereld, door middel van preventie, bewustwording en leiderschap. Het pact staat ook voor het gesprek aangaan, dilemma's delen en van elkaar leren, zegt Peter. De televisiebaas, dat hebben wij gedaan, en dat heeft Matthijs ook gedaan: het gesprek aangaan en leren van wat er mis is gegaan. Hiermee is wat ons betreft de weg vrij voor een rentree op tv. En wij zijn blij dat Matthijs hiervoor het RTL-podium heeft gekozen. Matthijs zegt ook wat in het persbericht, namelijk, de uitgestoken hand van RTL was hartelijk en direct zeer inhoudelijk. Ze wisten waarvoor ze me voor de komende jaren wilden vragen en ik kon me daar zeer goed in vinden. Om te beginnen krijg ik de kans om op zondagavond de week af te sluiten. Hoe ik dat precies ga doen, hou ik uiteraard nog even voor me, maar in ieder geval is er veel muziek. Daarnaast praten we over een aantal andere programma's voor RTL, maar zeker ook voor Videoland. Dat is een prachtig podium voor reportages of portretten, bijvoorbeeld. Kortom, we beginnen vanaf januari samen in volle vlucht aan een spiksplinternieuw avontuur. Ik heb het werk gemist.